Groot nieuws deze week. Na 25 jaar is er iemand opgepakt voor de moord op Milica van Doren. Een meisje van 19 dat in 1992 verkracht werd en dood werd gevonden in een vijver in Zaandam. De verdachte was destijds 22, nu 47 jaar. Welkom bij De Vijf. Met deze keer vijf Nederlandse moordmysteries die, ook al duurde het soms decennia, toch nog werden opgelost. De zaak Milica doet denken aan Christel Ambrosius, de stewardess die nog geen twee jaar na Milica in 1994 hetzelfde overkomt. Zij wordt doodgevonden in het huis van haar oma. Pas na 14 jaar wordt duidelijk hoe het zit als deze Ronald P. wordt opgepakt dankzij DNA. Ten tijde van de moord woonde hij vlakbij Christel. Twee eerder opgepakte mannen, die ook veroordeeld werden en die altijd zeiden onschuldig te zijn, spraken dus de waarheid. Herman Dubois en Wilco Fiets hebben heel veel te danken aan Peter R. de Vries, die een heleboel uitzendingen wijdde aan de Puttense moordzaak. In 1986 is de regio Utrecht in de ban van de moord op een jongetje van 11, Arthur Gurao. Hij is ook verkracht. En er is wel DNA gevonden van een dader en dat is ook wel veiliggesteld. Maar bijna 20 jaar lang heeft de politie geen idee van wie dat DNA is en van wat zich op dit fort vechten tussen Utrecht en Bunnik heeft afgespeeld. Totdat hier in 2005 op station Maarsen een man voor de trein springt. DNA liegt wederom niet. Een man van 54, een jeugdtrainer van een voetbalclub, blijkt de dader te zijn en hij kan niet meer worden berecht. De postbankmoord op Alex Wiegmink, gepleegd in 2003, lijkt ook nooit te worden opgelost. Tot vorig jaar een van de daders spijt krijgt en de politie goed nieuws kan brengen. Het zijn twee mensen die wij verdenken van betrokkenheid bij de moord op Alex Wiegmink 13 jaar geleden. Wiegmink, een 44-jarige schilder, loopt de twee daders tegen het lijf als hij na een klus nog even een rondje gaat hardlopen op de postbank dus op de Veluwe. Hij wordt doodgeschoten en later wordt zijn lichaam ergens in Noord-Brabant verkoold teruggevonden in een uitgebrande auto. De daders krijgen 16 en 14 jaar cel. En dan een zaak die vanaf 1997 vijf jaar lang het nieuws beheerst. De dubbele moord op een moeder en haar dochtertje. Marion van Buren en Romy van bijna 1. Tot 2002 zijn ze spoorloos. En de ouders van Marion hebben wel een idee wie de dader is. De ex-vriend van Marion en de vader ook van het meisje. Uiteindelijk is het een broer van die ex die opbiecht. Romy en Marion liggen begraven in de duinen in Bergen. Die broer had geholpen bij het verstoppen van de lichamen. Marion's ex-vriend in kwestie is op dat moment zelf al een paar jaar dood. Hij stierf aan kanker in de gevangenis, waar hij voor andere zaken zat. En tot slot de moord op Marianne Vaatstra in 1999. 13 jaar later wordt alsnog de dader gepakt, ook in deze zaak dankzij DNA. Dames en heren, zondagavond 18 november 2012 heeft de politie Friesland een 45-jarige man van Nederlandse afkomst uit Uitwoude aangehouden. En hij heeft de 16-jarige Marianne dus verkracht en daarna om het leven gebracht. Jasper S. stond vrijwillig DNA af. Hij blijkt 2,5 kilometer van de plaats delict af te wonen. En uiteindelijk kan hij niks anders doen dan bekennen. Het Friese platteland ziet hij zeker 18 jaar lang niet terug, want dat is de straf die hij in 2013 krijgt opgelegd. Dit was De Vijf voor nu en ik kan je alvast vertellen wat je volgende week in het kerstweekend gaat zien. Dan de meest vijf bizarre feesttradities op een rij. Ik zou zeggen, mis het niet. Tot dan.